Inmiddels staan we in de botenfile. Laten we maar gewoon gaan. Goedemorgen, het is vrijdag en het is dus tijd om weer lekker te gaan vloggen. De waterkoker staat aan, bedenk ik me nu. Ik zie er niet uit, ik heb echt mega veel pukkels. Ik weet niet wat het is. Ja, ik weet wel wat het is. Het is de tijd van de maand, maar ik bedoel, normaal is het niet zoveel, dus ik weet het niet. Verder gaat alles prima. Behalve dat je dus mijn stem hoort. Ik klink nog steeds niet goed. We zijn nog steeds eigenlijk verkouden en hoesten. En oh, ik was nu aan het bellen met een boekje. Het is vrijdagochtend 7:15. Ik ben gedoucht. En ga me nu even rustig opmaken en ontbijten. En dan zometeen naar het werk. Van het weekend leuke dingen. We gaan naar de dierentuin. Sven wilde graag dierentuin voor zijn verjaardag. Dus dat gaan we doen. En dat gaan we morgen doen, waarschijnlijk naar Amersfoort. En zondag heb ik met de meiden van de zwangerschapsclub en de kids afgesproken. Oh, eten is op, eten is op. Vandaag komt oma op pas, hè Niels. Haal je het boekje er maar af. Ja, papa is even aan het douchen. Haal je het boekje eraf. Kijk, ik heb nu een boekje op het bord liggen. Dat is ook wel leuk. Haal het boekje er maar af. Pak het boekje maar. Of nog een beetje eten. Ik ga even een nieuw broodje voor hem maken. En dan zelf ook lekker ontbijten. Dit is mijn outfit van vandaag. Een blouse is heel oud. Volgens mij van Primark. En een grijze broek. Van Salvarius. Hoep. En ik heb hier voor het eerst een tijden oorbel in. Deze zilveren oorbellen zijn volgens mij van My Jewelry. Maar dat weet ik niet meer zeker. En twee armbandjes die ik ook om had met de bruiloft. Ik weet het al niet zo goed vandaag. Maar dit is het geworden. Ik heb ook een warme make-up op. Ik weet het niet. Laat hem maar gewoon gaan. Het doet eigenlijk best wel zeer trouwens om weer oorbellen in te hebben. Maar ik wil niet dat mijn gaatjes dichtgroeien. Dus ik dacht, ik ga er toch maar weer eens voor. Maar ik heb natuurlijk de hele tijd, dat ik geen zin heb dat Niels ergens aan gaat lopen trekken, heb ik heel lang niet gedaan. En omdat ik het ook, ik weet niet, ik vind bij mijn korte haar niet nodig of zo. Of kortere haar. Mijn haar zit trouwens niet, moet morgen natuurlijk wassen. Dus ik heb nu droogshampoo ingedaan. Mijn moeder komt zo, het is nu 8:30. Ze komt meestal om 8:45. En ik heb Niels even achter de tv gezet, zodat ik alvast ben begonnen met werken. Want dat scheelt me, want nee, ik was om 8:00 volgens mij of zo, waren we al klaar. Dus dan vind ik het zonde om dan 3 kwartier... niks te doen terwijl ik ook kan werken en een beetje op tijd thuis kan zijn. Dus vandaar. Ik ga wachten tot mama er is en dan naar het werk. Goedenavond. Het is vrijdagavond en ik heb een maskertje op mijn gezicht. Ik had er heel erg behoefte aan eventjes. Niels nog even met opa en oma aan te skypen. Het is 7:00, dus Niels gaat zo naar bed. Dus ik laat even een maskertje intrekken en hij skype nog even met opa en oma. En dan gaan we hem lekker naar bed brengen. We hebben net een soort gezonde variant van gyros gegeten. Dat was wel lekker. Het was een hele drukke dag, ondanks dat het vrijdag was op het werk. Is me redelijk gaar. Ik kreeg trouwens redelijk wat comments over mijn vlogs. En dat ze ver achterlopen. Dat klopt. Het is ook lekker om dat even zo te vertellen, maar maakt niet uit. Dat klopt dat ze ver achterlopen. En dat heb ik gedaan omdat ik, nou ja, omdat we natuurlijk best wel vaak ook ziek zijn geweest de afgelopen 1,5 jaar, zeg maar, met Niels. Zeg maar, het afgelopen jaar, laten we het zo zeggen. Dus ik dacht, ja, als ik dan 1 weekend ziek ben en we hebben 1 vol weekend, dan heb ik gewoon nog net even de tijd om dat te doen. Maar ik overweeg nu om gewoon 1 weekend niet te gaan vloggen, zodat we iets minder lang ertussen hebben. Want het is inderdaad misschien wel erg ver. Aan de andere kant denk ik, wat maakt het uit? Ik bedoel, het is niet dat ik de actualiteit hierin behandel. Het is meer gewoon een kijkje achter de schermen in mijn leven. En het is niet van 1 jaar geleden. Het is gewoon 3 weken. Ik kreeg er toch wat opmerkingen over. Dus ik ben even heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Want dan kan ik gewoon een keer een weekje overstaan. Dat kan. En dan lopen we iets minder ver voor. Persoonlijk bevalt mij die tijd ertussen omdat ik gewoon net iets meer rek heb. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook aan het overwegen ben om
één vlog te doen en één filmpje per week. En dan heb ik natuurlijk sowieso weer wat meer tijd. Ik heb nu natuurlijk nog 2 filmpjes en 1 vlog. Dus daar ben ik ook aan het overwegen. Dus laat eventjes weten of jullie het een probleem vinden of niet van die 3 weken. Nou, dan kan ik even kijken wat ik ermee doe. Ik ga er in ieder geval de komende tijd sowieso over nadenken. Kijk, als jullie dit zien is het natuurlijk weer 3 weken verder. Dus misschien dat ik het in een ander filmpje ook al een keer vraag. Zo, ik weet het al niet. Maar ja, ik kan het me voorstellen. En aan de andere kant denk ik ook dat het niet heel veel uitmaakt. Dus laat maar eventjes weten. Ik ben heel benieuwd. Je laat even hieronder weten in de comments. Of reageer even op Instagram of wat je ook wilt. Nou ja, goed. Ik sta nog deels in mijn werkoutfit en deels heb ik al een jongbroek aan. Mijn moeder was heel lief net nog even aan het stofzuigen en aan het dweilen. Dus ik ben haar even gaan helpen. Dus het huis is alweer lekker schoon. Dus ik doe nog even de wc's. En ik heb woensdag eigenlijk alle kastjes en alles gedaan. Dat ik even ook dacht, alle bacillen eruit. Want die verkoudheid en zo, ik word er helemaal gek van. Dus dan hebben we morgen gewoon lekker rustig. Gaan we een dagje naar de dierentuin. Naar Amersfoort is nu het plan. Moet alleen nog even kijken hoe we dat plannen met zijn slaapjes. En ja, dan zondag met mij van de zwangerschapsclub. Dus heerlijk. Sven, ik ga vanavond lekker een filmpje kijken. En wijntje erbij. Iets lekkers erbij. En dan is het weekend. Jee. Oh, dat kan niet goed lachen. Mijn masker droogt op. Oh, hij zit een filmpje te kijken. Live by Night heet het. Popcorn. Let's go. Live by Night. Goedemorgen. Het is zaterdag. En gisteren na de film, of eigenlijk ben ik tijdens de film in slaap gevallen. Lag niet aan de film. Maar we waren op bed gaan liggen om het laatste stuk van de film te kijken. En toen mijn been het bed raakte. Nou, ik heb uiteindelijk wel het einde gezien, maar ik moest wel vechten tegen de slaap. Nou, dat was prima film. Nu zit ik klaar met mijn ontbijtje. En ik ga vandaag niet zumba, omdat we straks natuurlijk naar de dierentuin gaan. Dus ik hoop dat er morgen nog een plekje is. Nu nog niet in ieder geval. Nu is ze in de keuken bezig. Ik heb net wel eventjes mijn HIIT workout gedaan, dus dat wel. Ja, nu lekker ontbijten. En we willen eigenlijk zorgen dat om 10 uur gaat het open, dat we er dan ook gewoon zijn. Want dan hebben we het langste, zeg maar, dat hij nog niet hoeft te slapen en zo. En we hopen dat hij dan wel even in de auto slaapt. Maar we gaan het zien. We zijn aangekleed. Dit is mijn outfit. Dit jurkje van Bershka. Een soort losvallend dingetje. Ik moet nog even boots aan. En nou, het is 9:30. Wij gaan rijden. Ben. We zijn onderweg. Niels slaapt net, maar we zijn er echt nog een paar minuten. Wij lopen in de dierentuin. We zijn net in het treintje geweest. Dat was echt niet boeiend voor ons. En nu moet ik even achter Sven en Niels aan. We zijn in Doolhof. Het is gewoon een heel klein park. Dus ze leggen dit soort weggetjes aan. Nou, dus laat maar zitten, hè. Laat maar niet doorheen. Maar wat is nou de bedoeling? Gaat het, Sven? Ja, goed. Zit in een waterfiets. En Niels in een reddingsvest. Inmiddels staan we in de botenvielen en ik ben inmiddels ook gaan sturen en trappen. En Niels is onze stuurman ook.
een gekkigheid, hè, Niels? De kameel. We gaan een file in, dat is ook leuk. Zo, wij zijn weer thuis. Ik zit echt in de volle zon. Wel gewoon binnen hoor, maar even lekker bij het raam. En Mits is er ook. Als je hem een beetje kan zien. Sven is even met Niels naar buiten. Zodat ik even twee tellen op mijn kont kan gaan zitten. Een stukje Cosmopolitan. Sven heeft net even lekker een stuk op de racefiets gefietst. En nu krijg ik even een klein momentje voor mezelf. Dus dat is wel lekker. Hij is even naar buiten hoor, niet lang. We hadden eigenlijk gehoopt dat hij nog zou slapen thuis. Maar dat lukte dus niet meer helaas. Dus nou ja, dus Sven was toen lekker fietsen. En toen zei hij, weet je, dan ga jij nu nog even zitten. Dus ik ga nu even lekker lezen. Ik heb een theetje erbij. En En dan zullen we nog even skypen. Met opa en oma. We hebben net gegeten. En Niels heeft een soephoekje. Ik heb me als een pyjama broek aangedaan, dat is een andere broek was vies. Oh, ja. Dit zit heel leuk. Soephoek. Ja, we nog even zoeken. Dus, waar is het aapje? Waar is het aapje? Zullen we zeggen, waar is de politieauto? Daar. Ja, goed zo. En waar is het aapje? Waar is het aapje? Ja, goed zo. Ja, die is dezelfde. Isn't he a smarty pants? Nu even Skype met opa en oma. Wij zitten lekker op de bank. Ik heb net Jans en Van Dijk gekeken. En Sven zit in onder een Star Wars film te kijken. Het is inmiddels 10:00. En de klok gaat vannacht een uurtje vooruit. We hebben er alleen niet echt rekening mee gehouden met Niels. Dus ik ben heel benieuwd of we daar last van gaan krijgen of niet. Geen idee. Maar ik denk dat wij ze ook gewoon lekker in bed gaan liggen. En dat ik nog een beetje YouTube filmpjes en zo ga kijken. En dat Sven zijn film afkijkt. Een beetje een rode wang. Ja, dan zie ik jullie morgenochtend weer. Goedemorgen allemaal. We zijn weer wakker. De zomertijd is ingegaan. Dat betekent dat we de goede kant van het jaar op gaan, als je mij vraagt. Het is nu 8:38. Dus eigenlijk 7:38 voor ons gevoel. Maar het valt eigenlijk heel erg mee. Want Niels werd half... Wat was het nou? Hoe laat werd hij wakker? 7:30? Ja, dus was... Ja. Dus hij werd zeg maar deze tijd 7:30 wakker, dus 6:30 normale tijd. Dus dat is precies in de middel. Dus dat is perfect van hem uitgekiend. Ik kreeg wel de tip van een vriendinnetje om zeg maar 4 dagen voordat de wintertijd of de zomertijd ingaat, om dan elke dag een kwartiertje met zijn slaap te schuiven. Maar dat heb ik niet gedaan. Dat ben ik vergeten. Maar nou moet ik zeggen dat wij ook niet, ik bedoel, Niels is niet super strak in zijn slaapjes. We hebben wel gewoon heel duidelijk ritme, maar dat zit niet echt om van, hij gaat echt altijd om 12:30 slapen of zo. Het is meer, in principe slaapt hij na de lunch. En of dat nou 12:30 is of 1:00 of nou, rond, hè, zoiets. Maar soms dan redt hij dat niet en slaapt hij nog 2 keer. Dus het is een beetje, ja, gisteren zelfs 3 keer en Niels. Ja, daar kwam door de dierentuin. Niels is nu verstopt in een... bakje. Hij is... Jij bent met keukentje aan het spelen, hè? Maar dan op de stoel naast me. Ik moest zo lachen, hij was zo klein. Ja, mag mama? Nou, hij neemt hem even mee. Hij gaat hem even afwassen. Zo'n klein glaasje, deed hij zo. Ah, deed hij. Schattig. We zitten ontbijten en ik ga dus vandaag zoomen, omdat ik gisteren niet kon zoomen. Gelukkig is er een plekje vrijgekomen. Zoals over een uurtje. En we moeten even het glas wegbrengen en het oude papier. Ik wil even de badkamer schoonmaken. Verder gewoon lekker niks. Sven moet nog even de boodschappen doen. En ik heb dus vanmiddag met de meiden van de zwangerschap. Ik weet niet of ik dan ga filmen om al die kids in beeld te brengen. Dat is ook weer zo wat. Maar ik neem jullie wel weer mee vandaag. Ik ben gedoucht en gedaan. Haar gewassen. Ik moet ze nog even feunen. Maar dat doe ik straks.
Ja, normaal was ik natuurlijk niet twee keer in het weekend mijn haar. Normaal was ik twee keer in de week mijn haar. Maar omdat ik vandaag had gezoombaat, dacht ik, ja, ik was het toch nog maar even. Want anders is het echt te snel vet, denk ik. Want het was behoorlijk gezweet. Ik heb net even wat geluncht. Ik zit even twee tellen op mijn kont. Want ik heb ook alweer de badkamer en alles schoongemaakt. En Niels ligt nu op bed. Sven is boodschappen doen. En ik ga zo aan de site. En dan, het is nu 10:50. En dan gaan we om 2:30, 3:00 die kant op. We gaan naar een rotsoort, onze kinderboerderij. Dus nou, gezellig, gaan we dat doen. Ik ben helemaal vergeten te vloggen. Dit is inmiddels alweer 6:00. We zijn heerlijk, ik ben van 3 tot 5 in rotsoort geweest met de meiden van de zwangerschapsclub. En dat was heel gezellig met alle kids. Ja, en Niels. En daarna wilde Niels, hij dacht dat hij daar, dat hij op een gegeven moment klaar mee was, maar blijkbaar niet. Want toen we thuis kwamen, toen wilde hij per se nog naar de speeltuin toe. Dus hij ging echt zeg maar, zo aan mijn been duwen van, we hebben nog dingen te doen. Daar zijn we ook nog heen geweest. En toen was ik er zelf redelijk klaar mee. En ik ben nu bananenbrood aan het maken, maar kokosmiddels op. Zodat Sven nu nog even halen, ga ik ondertussen Niels eten geven. Want wij eten pizza en dat is gewoon niet zo handig met hem. Dus dat eten we gewoon als hij in bed ligt. En dan ga ik nu hem even een hapje. We hebben iets met pieten en zalm. Dus dat ga ik hem nu geven. Ik heb inmiddels ook alweer huispak aan. Ja, sorry. Helemaal vergeten te vloggen. Maar het is echt heerlijk weer. Het was echt heel fijn. Ja, ja, ik ga nu, moet nu, ja, we moeten nu aan het eten. Ik laat even het bad voorlopen. Deeltjes dan klaar. En dan ga ik nog even lekker met Niels van Wally het bad in. En dan gaat hij naar bed. Het is nu 7:00, dus nog even lekker badderen en dan gaat hij slapen. Ik ga hem met de kraf halen en in bad. Hij ligt in bed Homeland te kijken en ik wilde nog even zeggen bedankt voor het kijken en een hele fijne dag. En ik zie jullie volgende week. Doei!